Welkom allemaal. Nou, waar we natuurlijk allemaal op zitten te wachten is een eerste reactie van Joan. Joan, blij? Ja, ik ben echt... Ik kan het gewoon niet geloven. Ik stond op de derde plek en ik dacht, nou, dan word ik derde en dan is het ook goed. Ik was al blij met het commentaar op mijn liedje dat ze het gewoon leuk vonden. En ja, uiteindelijk heb ik gewoon gewonnen. En echt bedankt aan iedereen die op mij heeft gestemd, want ik ben ze echt heel erg dankbaar. En ook iedereen bij de Trolls en Talpa. En jullie hebben het allemaal gewoon heel erg goed gedaan. En ik kan niet blijer zijn gewoon dan vandaag. Ja. Nou, je hebt nu de harten van Nederland veroverd. Hoe ga je er straks voor zorgen in Baku dat heel Europa, dat je heel Europa voor je gaat winnen? Nou, ik hoop gewoon dat mijn liedje sterk genoeg is. En ja, ik vind dat zelf wel. En ja, het Nederlands publiek ook. Dus ja, ik hoop gewoon met mijn liedje en ja, met wie ik ben. En, ja. Dankjewel, Joan. Alsjeblieft. In de media is veel geschreven over Joan en dat ze een van de favorieten zou zijn. Ja, wat doet dat met je? Nou, ik ben er zelf niet echt zo mee bezig. En ik lees ook eigenlijk niet echt vaak de krant of dat soort dingen. Omdat ik, ja, ik doe gewoon graag wat ik zelf wil. En ik wil niet de druk voelen van, oh, ik ben favoriet. Dus dan heb ik het idee dat ik het zo moet doen of weet ik veel. Ik wil het gewoon doen op mijn manier. En ja, dus daar heb ik me niet echt mee bezig gehouden. Well, yeah. Well, tonight there was a lot of commotion about the way I was dressed, and well, I just really love the way I'm dressed, and I love what I'm wearing, and it's who I am, and I'm proud of, you know, this act that I did tonight. And well, maybe we'll change it up a little bit for Baku because it's always fun to do two different things, I think. But I'm not going to change who I am, so it's probably going to be something, special, I think. Well, I think my song is very strong. It's a great song, and everybody memorizes it very easily. So I really hope for the best because I believe in my song. Yes. Well, I'm very grateful that the Dutch crowd has voted for me, and I will see you in Baku.